Twee mannen in zwarte kleding hebben maandagochtend rond 8 uur een filiaal van de Co-op aan de Symfoniestraat in de Nijmeegse wijk Neerbosch-Oost overvallen. De mannen kwamen kort na 8 uur de winkel binnen en zouden een kassière hebben bedreigd met een vuurwapen. Nadat de mannen om geld hadden gevraagd, hebben ze zich uit de voeten gemaakt. De kassière kwam met de schrik vrij en de politie is in de ochtend een buurtonderzoek gestart.